Goedenavond allemaal. Allemaal hartelijk welkom in deze raadzaal. Dat geldt voor de gemeenteraadsleden, dat geldt voor collegeleden, dat geldt voor de mensen op de publieke tribune. En dat geldt natuurlijk ook voor de schrijvende pers. En ik weet ook dat er mensen meeluisteren, zeker meekijken via internet. Allemaal hartelijk welkom. Ik hoop dat u het ook allemaal op afstand goed kunt volgen. We hebben de afgelopen twee weken commissievergaderingen gehad. We hebben een aantal onderwerpen voorbereid. En vanavond zijn we hier bij elkaar om een aantal besluiten te nemen. Afwezig is onze burgemeester Noten. Dat is ook de reden dat ik hier mag zitten. Ik ga proberen u vanavond door deze vergadering te leiden. En met een beetje hulp van uw kant zal dat ongetwijfeld gaan lukken. We hebben verder geen afmeldingen uit de raad, voor zover ik weet, en ik rondkijk. Spreekrecht voor burgers. Er heeft zich niemand gemeld die gebruik wil maken van deze mogelijkheid. Dus kunnen we ook dat punt overslaan of afsluiten. Punt 3 van de agenda is de vragenronde. Er zijn twee onderwerpen genoemd of ingebracht voor mondelinge vragen, maar die zijn inmiddels ook al schriftelijk aan u toegezonden. Het zijn twee vragen van mevrouw Lasje van de ChristenUnie. Het eerste onderwerp gaat over de reactietijden van de politie bij noodgevallen en het tweede over de wachttijden en het budget over met betrekking tot de jeugdzorg. Mevrouw Lasje, voor u eerst het onderwerp reactietijden politie. Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige week heeft de politie een eigen onderzoeksrapport uitgebracht over de reactietijden van de politie bij spoedmeldingen. Metingen over de eerste helft van 2017 laten zien dat binnen de gemeente Daalse in nog in 75% van de spoedmeldingen binnen de beoogde 15 minuten politie ter plaatse is. Hiermee voldoet Daalse bij lange na niet aan de streefnorm van 90%. Verder is er sprake van reactietijden van meer dan een half uur tot zelfs een uur. Daalse scoort in dit onderzoek zelfs als laagste in de provincie Overijssel. De fractie van de ChristenUnie vindt deze situatie niet passen bij Daalse. Waren we niet de veiligste gemeente van Overijssel? Daar hebben we vragen over en dat zijn er 5. 1. Wat zijn feitelijk de effecten geweest van het niet tijdig ter plaatse zijn in spoedgevallen? Dit betreft in de eerste helft van 2017 circa 24 gevallen. Vraag 2. Welk risico brengt het niet behalen van de streefnorm met zich mee? Vraag 3. Welke rol spelen wijkagenten bij een spoedmelding? In welke mate dragen zij bij in het realiseren van de streefnorm? Vraag 4. Welke maatregelen voorziet het college, de burgemeester, richting de verantwoordelijke? En als laatste, wilt u de raad informeren over de te nemen, genomen maatregelen bij de politie om de reactietijden binnen de streefnorm te brengen? En wanneer kunnen we die informatie verwachten? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de vragen. Met betrekking tot dit onderwerp zou normaal burgemeester Noten het woord krijgen, maar dat gaat vanavond dan niet door. Zijn vervanger op dit onderwerp is wethouder Van Leeuwen. Mag ik u het woord geven ten aanzien van de beantwoording van deze 5 vragen? Natuurlijk, voorzitter. Dank u wel. Allereerst delen wij de bezorgdheid die mevrouw Lasje uitspreekt met betrekking tot het percentage dat gerealiseerd wordt. Dat is inderdaad zorgwekkend. We hebben om die reden de teamleiding gevraagd om een reactie. En ik ga proberen om uw vragen successievelijk te beantwoorden. Een heel verhaal over hoe die meldingen tot stand komen, wat ze allemaal moeten doen, wat ik verder niet zo interessant vind. Maar er wordt door de politie wel getwijfeld als gevolg van het aantal handelingen die verricht moeten worden, of dat de cijfers wel kloppen. Nou, dat moeten we natuurlijk nader onderzoeken. Daarnaast, bij prio 1 meldingen, dat zijn dus meldingen waarbij ze snel ter plaatse moeten zijn, worden ook ambulance en of brandweer gealarmeerd. En in de praktijk zien we vaak dat een ambulance er dan al eerder is en al bezig is hulp te verlenen. Er wordt in de meldkamer gewerkt bij de politie om de systemen beter op elkaar aan te laten sluiten en te koppelen.
Risico's voor zover bekend zijn er niet geweest vanwege het feit dat bij prio 1 meldingen ook ambulance en brandweer worden gealarmeerd en die ook snel ter plaatse zijn. Laat onverlet dat de politie een streefnorm heeft die ze moeten halen. Volgende week maandag staat het regulier overleg gepland van de portefeuillehouder, burgemeester Noten. En daar wordt het onderwerp uiteraard geagendeerd. U vraagt naar de wijkagent. Op het moment dat er een melding is, is een wijkagent precies als iedere ander agent een normale diener, zo noem ik het maar even. En wie het dichtst bij de bron van de melding is, die wordt daar naartoe gestuurd door de meldkamer. U wil weten welke maatregelen er getroffen gaan worden. Nou, afgezien van de uitspraak dat men de systemen beter aan elkaar wil koppelen, nemen wij als gemeente de maatregel dat dit hoog op het lijstje komt te staan, de agenda van aanstaande maandag. En vanzelfsprekend, u trapt een deur in die wijd open staat, gaan wij de raad informeren. Dank u wel voor uw beantwoording. Mevrouw Lasker, heb u daar nog aanvullende vragen op of reactie? Niet aanvullende vragen. Het is goed om te horen dat ambulance en brandweer, zeker ambulance, vaak wel eerder ter plaatse is. Dat is goed. Inderdaad, blijft staan dat de politie later is. Maar we zijn blij dat het meegenomen wordt in het overleg. En we kijken uit naar de informatie die we dan krijgen. Dank u wel. Zijn er nog andere leden uit de raad die hier een reactie op willen geven? Meneer Raamaker, gemeente Bloemen. Ja, voorzitter. Ik wil de vraag van de ChristenUnie graag ondersteunen. Als gemeente Belangen hebben we ook diverse keren al eens aangehaald van de noodzaak van dat de politie, brandweer en iedereen ter plekke op tijd aanwezig is. De teams zijn groter geworden. De politie is het paradepleitje van onze burgemeester, die ook op de gemeentelijke avonden zeg maar, de politie altijd voorstelt. De teams zijn groter geworden, maar als ik dit hoor, wordt het niet beter. Dus groter is niet altijd beter. En ik zou dan ook willen vragen aan de wethouder om dit terug te laten komen in een vergadering in plaats van informeren. Dat is nog een aanvullende vraag. Kunt u daar iets over zeggen? Want de deur stond ruim open, zei u toch? Ja, maar goed, de vraag was om te informeren. Dat zal ik doen. En ik ben op dit moment de plaatsvervanger, dus ik zal dat overleggen met de werkelijke portefeuillehouder. U geeft het door aan burgemeester Noten. Dank u wel. Zijn er nog anderen die hierover het woord willen voeren? Zo niet. Dank u wel. Dan gaan we door naar het tweede onderwerp. Het gaat over de wachttijden en het budget jeugdzorg. Mevrouw Lasker, wilt u uw vraag stellen? Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige week verschenen in de media berichten over de stijgende vraag naar jeugdzorg. Een citaat. Voor steeds meer kinderen wordt een beroep op de jeugdzorg gedaan, terwijl het geld voor dit jaar in de helft van de gemeente al op is. Nieuwe gevallen blijven zich aandienen en die zorg moet ook worden betaald. De helft van de gemeentebestuur heeft al eigen geld bijgelegd vanuit reserves of incidentele posten. Om de instroom tegen te houden, denken gemeenten na over het laten oplopen van wachttijden of patiënten stoppen. Ruim driekwart van de gemeenten heeft al wachtlijsten voor de jeugdzorg. Daarnaast wordt er elk jaar verder op het jeugdzorgbudget bezuinigd. Einde citaat. We hebben hierover vier vragen. Vraag 1. Speelt deze problematiek van oplopende wachttijden ook in Dalfsen? Vraag 2. Is er voor 2017 een budgetoverschrijding te verwachten? Vraag 3. Zo ja, hoe gaat het college om met de extra vraag en wat zijn daarvan de effecten? En vraag 4. Zo nee, welke maatregelen zijn er in Dalfsen in deze regio genomen waardoor deze problematiek hier niet speelt? Dat waren onze vragen. Dank u wel. Dank u wel voor de vragen. Voor dit onderwerp is wethouder Uitslag degene die dit in portefeuille heeft. Kunt u de vragen voor zover mogelijk beantwoorden? Vanzelfsprekend, voorzitter. Duidelijke vragen, kort gesteld. Ik zal ook proberen om duidelijk te antwoorden, maar ik weet niet zeker of het kort zal zijn, gezien de complexiteit van het onderwerp. Het is wel goed om te beginnen met stil te staan bij het feit dat wachttijden in de jeugdzorg al bestonden van voor de decentralisaties en ook eigenlijk, common sense zijn, bekend zijn. Hè? Dus iedereen weet dat er wachttijden zijn.
Zover is dat ook niet zo spannend. Sterker nog, er zijn landelijk ook normen voor ontwikkeld. De zogenaamde treknorm. En die heeft allemaal weer onderdelen enzovoort. Dus als je daar nog in geïnteresseerd bent, wil ik je ook informeren. Maar daar wil ik even niet op ingaan nu. Als gemeente Dalfsen blijven we daar ook grotendeels binnen. En voor zover we daar wel overheen gegaan zijn, hebben we geen signalen ontvangen dat het echt grote risico's en onverantwoorde wachttijd heeft opgeleverd. En laat onverlet dat voor degene waar we wel binnen de trekennormen gebleven zijn, het ook nogal eens wat ambtelijke inspanning heeft gevraagd, extra ambtelijke inspanning om een goede plaats te vinden of tijdelijke voorziening aan te kunnen bieden. Dus we zitten er bovenop. Voor wat betreft de financiën, we proberen in Dals al wat breder te kijken dan slechts per zuiltje. We werken met één begroting sociaal domein. Vanuit het Rijk krijgen we budget voor dit vraagstuk. Daar blijven we binnen. We hadden wel zelf gehoopt, gedacht, met nog minder geld toe te kunnen. Nou, dat is niet het geval. Maar dat lossen we dus binnen die ene begroting op. En dat is wat we afgesproken hebben met elkaar. En de tweede bestuursrapportage die onderweg is naar u, zult u hier ook wat meer over kunnen lezen. Nou, wat toch een beetje terug naar de oorzaken. De jeugdzorg, dat is in wezen een open einde regeling. We weten hoeveel cliënten er zijn. We weten eigenlijk niet goed wat er gedeclareerd wordt. Ja, achteraf, maar ja, dan ben je achteraf. En daar proberen we op te sturen. En misschien daarnaast nog, wij zijn degene die verwijzen, maar dat doe ik huisartsen. Dus partijen buiten ons om. Dus achteraf hebben we de rekening te betalen, maar we hebben niet aan de voorkant te maken. Dus de declaratie achteraf is nu de financiering. We hebben daar proberen tot en met dit jaar op een budgetplafond per aanbieder te gaan sturen. Dus per aanbieder een maximaal budget. En gaan ze eroverheen, nou, dan is het jammer. En moeten de cliënten naar de andere aanbieder toe. En als ze dat niet willen, dan moeten ze wel langer wachten. Ja, dan kun je wachttijd hebben. Mocht er echt sprake zijn van urgente situaties, dan wordt er gewoon in overleg met de gemeente wel geplaatst. Ook boven het budget. Dus natuurlijk, we laten niemand in de kou staan als het grote paniek is. We gaan naar de toekomst toe volgend jaar al beginnen met financieren op outcome. Dus veel weer op resultaten, op trajecten. Dus dan hebben we een groot deel van de onzekerheid weggenomen. En daarmee de aanbieder veel meer verantwoordelijk gemaakt voor de inzet die pleegt. En dan dus zijn de cliënten verantwoordelijk voor het resultaat dat geboden wordt. De maatregelen, of de oorzaak misschien eerst wel en dan de maatregelen die we proberen te nemen. Er zijn twee toch belangrijke dingen te onderkennen. De residentiële zorg, mooie term vandaag geleerd, ook door mij. Dat is mensen waar mensen intern zijn. Het plaatsen daarvan is moeilijk. En dat komt voor een deel omdat de mensen moeilijk uitstromen. En dat wordt weer versterkt door het feit dat er ook minder aanbieders zijn voor de ambulante zorg. Dus het aantal aanbieders neemt af en het aantal vragen is misschien wel toe. Waardoor je dus een extra spanning krijgt op dat dossier. Als gemeente hebben we daar niet per se invloed op. En de rapportage die u binnenkort ook gaat krijgen over het sociaal domein laat ook zien dat het aantal lichtverstandelijk beperkte mensen de afgelopen periode ook echt is gestegen. En ook dat is raar, ik kan het ook niet direct verklaren. Maar het is wel zo vreemd dat we daar ook echt naar onderzoek gaan doen. Om ook eens te kijken, waar komt dat nou vandaan? Ik kan me niet voorstellen dat in Dalfsen de samenstelling zo anders is. Het goede nieuws zou kunnen zijn dat de zorg beter wordt aangeboden en dus ook meer mensen hulp krijgen die het ook nodig hebben. In dat geval klinkt het financieel als een nadeel, maar is het eigenlijk een verkapt voordeel. We hebben meer mensen kunnen helpen. Maar goed, dat alles gezegd hebben, hecht ik er nog aan dat we veel regionaal overleg hebben tussen gemeentes, maar ook met de aanbieders zelf. Dus we proberen op alle fronten, op de dossier en de problematiek die u aankaart, een goed antwoord te vinden. Dank u wel, wethouder Uitslag. Mevrouw Lasker, hebt u daar nog een reactie op? Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de uitgebreide beantwoording. En die uitgebreidheid van de beantwoording ben ik even kwijt, of er nu wel of niet oplopende wachttijden zijn in Dals. Want u legt het uit, hè, die wachttijden, die waren er altijd al. Dat kan ook niet anders, dat snap ik wel. Maar
Zijn ze opgelopen of zijn ze niet opgelopen? Dat was me nog niet helemaal duidelijk. Wethouder Uitslag, kunt u dat in één zin toelichten nog? Zij mag de zinnen twee vragen de vraag twee zinnen stellen. Maar, ja, ja, de zin is uitgesproken, maar we hebben geen antwoord. Nu het antwoord. De moeilijkheid zit erin, en daar wil ik wel eerlijk in zijn, dat wij, wat ik net ook al probeerde aan te geven, wij zijn niet de enige die doorverwijst. Dus vaak weten we achteraf wat de actuele stand is, maar hebben we op dit moment, we hebben geen kilometer tellen om te zien hoe hard we nu rijden, maar we hebben er eentje hoe hard we gereden hebben. Dus ik kan u op dit moment ook niet vertellen of het, hoe stand van zaken nu is. Ik weet wel dat we op dit moment geen schrijnende gevallen hebben of een zaak waar grote risico's zijn. Want daar wordt ingegrepen en wordt er snel en accuraat gehandeld. Dank u wel. Nog andere raadsleden die hier graag het woord over willen voeren? Zo niet, dan dank ik het college voor de beantwoording van deze mondelinge vragen. Dan gaan we door naar de vaststelling van de agenda, punt 4. We hebben een aardige agenda nog af te wikkelen, waaronder ook nog een besloten gedeelte. Dat zal aan het eind van de avond plaatsvinden. Ik ga het niet allemaal voorlezen. U kent de agenda. Zijn er nog punten ten aanzien van de agenda te melden? Mevrouw Lasker van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij willen graag een agendapunt toevoegen. Namelijk een motie vreemd aan de dag. Ja, een motie over inzicht mogelijkheden taakstelling. Daar hebben we een motie over voorbereid en die willen we graag op de agenda. Ja. Dank u wel. Dat voegen we dan toe aan het eind van de inhoudelijke agenda. En dat zou dan 14a worden. En even voor de luisteraars, als er wordt gesproken over vreemd aan de orde, dan is dat op zich niet zo vreemd. Maar hij staat nog niet geagendeerd op de agenda. Dus die kan dan in die zin worden toegevoegd. Dank u wel. Voor de rest kunnen we akkoord gaan met de agenda, zie ik. Dan stellen we hem als zodanig vast. Dan gaan we starten met een aantal akkoordstukken. En het eerste stuk betreft agenda punt 5. Bestemmingsplan fabriek in deelgebied Stappenbeeld in Lemmerveld. Dat lijkt een akkoordstuk te zijn, dus ik lees nu ook het voorstel concreet voor met het verzoek om daar dan vervolgens op te reageren. Tenzij er andere gedachten over zijn, maar ik zie niemand daar gebruik van willen maken. Het voorstel bevat vier elementen. Eerste, bestemmingsplan fabriek deelgebied Stappenbelt, het GML-bestand 0148, het fabriek Stappenbelt en versie 3. Met daarin geometrisch bepaalde planobjecten, de bijbehorende bestanden, toelichting en de bijlagen. Waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT en de BRK versie van 20 april 2017 vast te stellen. Geen exploitatieplan vast te stellen. Derde punt, de bebouwde komgrens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen voor plangebied, fabriek, deelgebied Stappenbelt. En punt 4, de geurverordening vast te stellen voor het projectgebied, fabriek, deelgebied Stappenbelt. Dat zijn de vier punten. Kunt u daarmee instemmen? En als u dat kunt, ik ga ervan uit dat u dat al anoniem of unaniem doet, niet anoniem, unaniem, ja, dan is daarmee dit vastgesteld. Dank u wel. Naar punt 6, herziening provinciaal inpassingsplan. Er stonden tot vanmiddag twee brieven bij de stukken vermeld op het RIS. Ik denk dat vanmiddag in de loop van de middag 6.3 is verwijderd, dat was namelijk het oude concept. Dat is niet aan de orde om te bespreken. 6.4 is het nieuwe concept wat voor ligt. In de veronderstelling dat we de teksten zodanig hebben verwoord in lijn met de commissievergadering van twee weken geleden, is even de vraag van kunnen we dit als een akkoordstuk behandelen of is er behoefte aan een reactie? En ik zie op basis van in ieder geval twee bewegingen dat we daar toch nog over willen spreken. De heer Jutte van Gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Bij de commissie hadden wij gevraagd om eerst inzage in de brief te krijgen die bijgevoegd zou worden. En we zijn erg blij dat de aanvullingen daarin verwerkt zijn in deze definitieve zienswijze. Hoewel er nog wel heel veel wensen overblijven van de aanwonenden en gebruikers, hopen we toch echt dat de provincie ernstig rekening zou houden met onze inbreng en van derden. En vooral ook van derden, want er zijn er veel ingediend. En vooral op het gebied van de veiligheid. En daar wil ik toch wel graag de wethouder vragen om dat ernstig in de gaten te houden hoe dat behandeld wordt.
Ja. Dank u wel. U vraagt niet om een aanpassing van de brief, maar u geeft nog een extra signaal mee. Dank u wel. De heer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal punten. Misschien komt dat vanwege mijn jarenlange ervaring met de provincie als het dit onderwerp aangaat. Maar we zijn wel heel erg aardig in die brief, omdat wij vragen bijzondere aandacht voor onze meest kwetsbare deelnemers, de schoolgaande jeugd en andere fietsers. Graag zien wij onderbouwd hoe hun veiligheid wordt geborgd. Dat hebben we volgens mij al wel ongeveer 10 keer gevraagd en misschien wel 100 keer als je alle reacties van alle mensen bij elkaar telt. En dan krijg je iedere keer hetzelfde antwoord. Ik denk toch misschien dat we het wat duidelijker zouden moeten stellen. Omdat die parallelwegen, die zitten nu alleen in het wensenpakket. Ik vind dat die ook in het basispakket zouden moeten, of in elk geval dat die zeker zouden moeten worden uitgevoerd. We kunnen het ook als gemeenteraad wel vragen om dat uit te voeren voor die delen van de parallelweg die door schoolgaande fietsers worden gebruikt. En niet alleen vragen voor aandacht, dan weet je, ja, we hebben er alle aandacht voor, dank je wel. Dus ik zou ervoor pleiten om de tekst in die zin wat aan te scherpen op dat punt. Heb je daar een concreet voorstel voor? Ik heb geen tekst, maar ik zou zeggen, daarom vragen wij u de parallelwegen waar die gebruikt worden voor de schoolgaande jeugd zodanig te verbreden dat ze er veilig gebruik van kunnen maken. En dan heb ik nog een tweede punt. Dat is over het terugbestemmen van woningen. Volgens mij denken wij alweer veel te veel met de provincie mee. Want wij zeggen dat het ongewenst is dat met deze herbestemming, dus woningen die eerst zijn wegbestemd om die weer terug te bestemmen, dat er geen extra woningen in het buitengebied van onze gemeente komen. We kunnen toch gewoon vragen om alle wegbestemde woningen gewoon af te breken? Klaar? Dan gaan we met de provincie meedenken. Er zijn mensen die moesten uit een huis, die hebben daar heel veel moeite mee gehad. En nou zien ze dat het huis verkocht wordt aan een ander die erin gaat wonen. Ik vind niet dat het kan. Je kunt toch gewoon vragen als gemeente van alles wat wegbestemd is afbreken? Dat waren mijn twee punten, voorzitter. Dank u wel. Zijn er nog andere opmerkingen over dit agendapunt? Vragen? Zo niet. Dan houden we 1 oproep over en 2 hele concrete vragen. En ik denk dat het toch goed is om even de wethouder daar ook nog om een mening te vragen of een aanscherping in die zin ook zinvol is. Uiteindelijk gaat de raad wel over deze... Ja, precies. Uiteindelijk kom ik terug bij de raad, maar ik wil even de wethouder gelegenheid geven om de eerste reactie. Wethouder van Leeuwen. Ja, ik heb het in de commissie ook al gezegd en de zorg is levensgroot aanwezig over de parallelwegen. Dat weet de provincie. Daar zijn we ook steeds met elkaar over in gesprek. En dat daar nog niet op dit moment een oplossing is, dat weet ik ook. We blijven er aandacht voor vragen. En het tweede is dat als de heer Royakkers de brief gewijzigd wil hebben, dan zal hij hem moeten amenderen. Wie vanuit de raad wil reageren op het voorstel van de heer Royakkers? Want het is natuurlijk wel de raad zelf die hier ook een beslissing over neemt. Dus dan komt het inderdaad wel neer op een gewijzigde tekst op een aantal punten. Ik zie dat de heer Wildvang daar graag op wil reageren. Nu het woord. Ja, ik heb ook 2 reacties, een inhoudelijke en een procesmatige. Inhoudelijk ben ik eigenlijk wel eens met het voorstel. Procesmatig vind ik het niet helemaal kloppen, maar we hebben in de commissie uitvoerig over gesproken en hebben het als akkoordstuk doorgestuurd naar de raad. En dus nu gaan we eigenlijk opnieuw de commissiebehandeling doen. Dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Ja, nou, even een reactie op die procedure. We hebben natuurlijk wel voor het eerst nu de tekst voor ons liggen. We hebben vorige keer in de commissie wel gesproken over van wat zijn de componenten of de elementen daarbinnen. Nu zie je hem voor het eerst zeg maar als tekst ook voor je. Dat is denk ik de ruimte die de heer Royakkers ook benut om daar nog wel iets van te vinden. Ik wil die ruimte ook wel geven, maar dat betekent wel als we dat doen dat we dan ook op dit moment met een heel concreet tekstvoorstel moeten komen. Dus als u daar nog even over wil nadenken, want u haalt 2 punten naar voren. 1 is namelijk iets wat minder aardig, oftewel iets wat concreter, wat steviger inzetten. Niet alleen aandacht vragen, maar eigenlijk zeggen dit is wat we graag willen. En het tweede punt, dat is misschien ook wel een punt om, wat echt over de inhoud gaat, om ook in de raad nog wel even de mening te toetsen van wordt dat gesteund? Want dat gaat met name over het niet zozeer terugbestemmen van objecten, maar dat gaat over het advies om te slopen. Dat is wat om de eerder genomen besluiten uit te voeren en weer niet
terug te veranderen. Ja, precies, en ja. Als ik nog heel even mag reageren op dat proces. Ja. Volgens mij hebben we vorige keer een conceptbrief behandeld en hebben daar op- en aanmerking over gehad. En volgens mij is dit de eerste keer dat we over de uiteindelijke bedoelde brief kunnen spreken. Ja, ja dat is ook wat ik betoog. Dus de eerste keer dat we echt de tekst zien. De vorige keer was het nog een lege brief, om het maar zo te zeggen. Ik heb me daar niet zo op voorbereid, omdat ik het als akkoordstuk op de agenda zie staan en denk van, hé, daar is kennelijk in de commissie op afgeconcludeerd. En dat blijkt niet zo te zijn. Dus daar had het misschien nu ook even bij de vaststelling van de agenda aan de orde moeten komen van, hé, het staat er als akkoordstuk, willen we toch inhoudelijk behandelen. Dus ergens in onze vergaderhygiëne klopt er iets niet, daar wil ik maar opmerken. Ja, we nemen misschien dan wel wat stappen te snel. Ik geef toch even gelegenheid. Voor mij waren wij de enige die de vorige keer gevraagd heeft om eerst inzage in de brief te hebben en daarna het besluit te nemen. Dus ik heb geen probleem meer om een tekst te zien. Of we wel of niet meegaan is een tweede. Maar... Ja, wat volgens mij wel aan de orde is dat we vanavond die brief wel moeten vaststellen. Ik kijk ook even naar de griffier. Vanavond moeten we de brief wel vaststellen. Jazeker. Ja. Dus als we dat willen, moeten we even heel kort schorsen. Met een kort tekstvoorstel, twee amendementen. U hebt twee dingen en dan kan er ook separaat op gereageerd worden. Mevrouw Ramerman, CDA. Nou, ik wil wel vast reageren op de tweede vraag. Ja. Want volgens mij kunnen we niet zomaar stellig zeggen van niet alles wat herbestemd wordt toch afbreken. Want volgens mij wonen er ook nog mensen in die huizen. Dus volgens mij kunnen wij daar niet wat van gaan zeggen. Het is niet allemaal verhuurd. Volgens mij wonen er nog mensen in de huizen die op herbestemming staan. Dus als je die gaat zeggen van je moet allemaal afgebroken worden, moeten die mensen er nu ook uit. Volgens mij gaan wij daar iets te ver. Dat is in ieder geval een inhoudelijke reactie op het tweede punt. In die zin is het nog niet een unaniem standpunt om dat tweede punt ook te ondersteunen. Dus het lijkt me goed om even kort te schorsen dat u een concreet amendement indient. Dat lijkt me dan het beste voor de gang van zaken. Ja, dan schors ik even voor 5 minuten. Bij deze. 7. Dat is ook een akkoordstuk. Verordeningen reïntegratie en loonkostensubsidie. Misschien dat dit akkoordstuk dan iets sneller gaat. Zou mooi zijn. Ik ga ervan uit dat we daar ook direct over kunnen stemmen. Ik zie ook geen beweging die er op wat anders duidt. Daarmee mag ik concluderen dat we unaniem dit stuk aannemen. Want dat was wel de conclusie vanuit de commissie. Ja, dan is het daarmee aangenomen. Dank u wel. Ik moet hem formeel voorlezen. Ja. Het voorstel waar u net ja op gezegd heeft, is namelijk het vaststellen van de verordening reïntegratie participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Dalfsen 2017 en de verordening loonkostensubsidie participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Dalfsen 2017 en tot het gelijktijdig intrekken van de reïntegratieverordening participatiewet gemeente Dalfsen 2015 en de verordening loonkostensubsidie participatiewet Dalfsen 2015. Dat hebt u net besloten, maar dat ligt dan nu ook vast. Dank u wel. Naar punt 8 van de agenda. En dat gaat over de geldigheid van het burgerinitiatief over het realiseren van de koffieshop. En een burgerinitiatief is iets wat in onze verordeningen van de Raad is vastgelegd. Namelijk dat er burgers een initiatief mogen nemen om iets op onze agenda te plaatsen. Daar gelden natuurlijk wel een aantal regels voor. Er moeten een aantal vormvereisten voldoen. Het moet ook voldoende ondersteund zijn. En als ik het wel heb, zijn dat 50 handtekeningen van personen, inwoners, boven de 12 jaar. Nou, een dergelijk voorstel ligt nu voor. Het is een voorstel van de heer Oosterveen. Dus het is het verzoek om te beoordelen of dit een geldig burgerinitiatief is. En dat zou betekenen dat het op korte termijn ter behandeling door de Raad of Raadscommissie geagendeerd gaat worden. Dat is wat er voor ligt. Ik wil het graag in twee ronden doen. Waarbij ik vooraf even aangeef, het gaat dus niet om de inhoudelijke discussie op dit moment of we al dan niet voor een koffieshop zijn of wat dan ook. Nee, het gaat alleen over de procedure van willen we het bespreken binnenkort. Wie kan ik het woord geven in de eerste informerende ronde? De heer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. We hebben twee vragen. De eerste gaat eigenlijk om een procesvraag. We zien in het burgerinitiatief een aantal beweringen staan. En als we daar straks vragen over hebben,
Moeten we die stellen aan, gaan we die straks formeel stellen aan de burgemeester als portefeuillehouder? Moeten we die als aan de griffier stellen? Om te voorkomen, als we dat rechtstreeks aan de heer Oosterveen gaan doen, dat het wel gezamenlijk blijft gaan. Dus dat is de eerste vraag die ik heb. Tweede vraag, stel we kiezen als raad ervoor om een coffeeshop te realiseren. Kan de burgemeester hier dan vervolgens alsnog geen gehoor aan geven? Hoe werkt zoiets? Dus dat waren mijn vragen. Zijn er nog andere vragen over dit voorstel? Geen andere vragen? Dan zal ik proberen om een antwoord te geven. Maar ik zal daarbij zeker gebruik maken van adviezen vanuit de Griffie. Allereerst de beweringen die er staan en hoe daar mee om te gaan. Sowieso komt zeg maar, het inhoudelijke initiatief nog terug. Dus daar zullen dan ook, zal ook volop gelegenheid zijn voor het stellen van dat soort vragen. En het geven van meningen, dat zal absoluut zijn. U vraagt of het aan de Griffie moet of aan het college. Eigenlijk is het straks zo dat in de behandeling ook de initiatiefnemer hier aan deze tafel zal zitten. En daarnaast zal ook het college en dan in de persoon van de burgemeester Noten hier natuurlijk ook een eigen rol in hebben. En als u op voorhand vragen hebt, zou het natuurlijk ook prima zijn, denk ik, om die alvast aan de Griffie te doen toekomen. Dan kan daar in de voorbereiding ook rekening mee worden gehouden. Zo zou ik het op dit moment graag willen afspreken. Het tweede punt is van op het moment dat zeg maar de Raad voor A besluit en de burgemeester vanuit zijn bevoegdheid B. Ja, ik weet niet of dat nu al aan de orde is van hoe we daar dan op dat moment mee om moeten gaan. Ik denk dat het tegen die tijd wel duidelijk wordt. Ik kan me haast niet voorstellen dat de burgemeester geen rekening gaat houden met de mening van de raad. Dus die zal daar in sterke mate ook gehoor aan zal gaan geven. Maar dat is wel zijn formele zelfstandige afweging. Maar dat komt dan binnenkort terug. Ja. Tot zover reactie op de vragen. Verder geen vragen. Dan stel ik voor dat we toegaan naar de meningsvorming. Of eigenlijk hoeft dat ook niet echt, terzij u daar nog behoefte aan hebt. De heer Nijburg, gisteren. Nou ja, behoefte aan meningsvorming hebben we natuurlijk wel, maar dat gaat dan over de inhoud. Ja, dat gaat nu over de procedure. Ja. Wij denken dat de procedure zoals die nu voor ligt goed is en we zijn het eens met die geldig. Verklaring van het burgerinitiatief. Dus daar stemmen we mee in. Dank u wel. Ik doe dan toch even het rondje. Gemeentebelangen, de heer Naamaker. Ja, het initiatief wat voorligt is geldig, dus we zien het terugkomen. Ja, dank u wel. CDA, mevrouw Ramerman. Wij zijn ook akkoord met dit initiatief dat het op de agenda komt. En we spreken sympathie uit voor de doorzettingsvermogen voor de indiener. Dank u wel. Heer Wildvang, PVV. Ik sluit me gewoon bij alle voorgaande sprekers aan. Ja, mooi. Roerkers. D66. Ja, D66 juicht dit soort burgerinitiatieven toe. Even los van de inhoud, maar ik vind het fijn dat een initiatief als dit in Dallassen weer op de agenda komt. Misschien dat ook anderen in de gemeente denken van, hé, die mogelijkheid is er. En het zou een eerlijke kans moeten krijgen, we zullen het graag zien. Dank u wel. De heer Vulthuis, VVD. Ja, dank u voorzitter. Ja, voor ons is eigenlijk precies hetzelfde wat er ook gezegd is. Wij sluiten ons ook hierbij aan. Ik denk dat het goed is dat het initiatief nu, het eerste initiatief wat we meemaken in de gemeente Dalsen. En daar moeten we ook serieus gevolg aan geven. Dus vandaar, we zien het graag tegemoet. Dank u wel voor uw reacties. Dan stel ik voor dat we de besluitvormingstekst geprojecteerd krijgen. En twee voorstellen. Burgerinitiatief realiseren van een coffeeshop geldig te verklaren. Dat is één. En twee, de agendacommissie te verzoeken het onderwerp te agenderen voor behandeling. Ik heb inmiddels begrepen dat dat niet al te lang op zich zal laten wachten. Maar dat is aan de agendacommissie. Mag ik concluderen dat we hier als raad unaniem voorstellen? Ja? Dank u wel. Dan is dat bij deze besloten en zullen we daar binnenkort inhoudelijk over spreken. Gaan we door naar... Punt 9 van de agenda, benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Voorstel is om een tweetal nieuwe leden te benoemen. En dat zijn de heer
Zandvoort en mevrouw Harrigan. U hebt betreffende informatie gekregen. Voor een deel was dat, dacht ik, vertrouwelijke informatie ook. En aangezien het hier over benoeming van personen gaat, zullen we straks ook schriftelijk daarover stemmen. Maar er is nog wel eerst gelegenheid, mocht u daar behoefte aan hebben, om vragen daarover te stellen. Is er behoefte om hier vragen over te stellen? Nee. Ja, de heer Royak is D66. Ik mis eigenlijk in die informatie die erbij zat, wat de woonplaatsen zijn van de desbetreffende mensen. Ja, dat is wel bepalend, ook voor... Dat zie ik niet zo. Voor de afweging, meneer Royakkers. Of niet? Mogen wij ook stemmen? Misschien dat de heer Uitslag daar iets over kan zeggen. Bent u bekend met de woonplaatsen van deze kandidaat? Ja, ik heb het gezien op de profielen. Ik heb ze niet paraat en gezien dat juist voor mij in het vertrouwelijke deel stond, ook niet veel behoefte om dat hier en plein publiek te gaan herhalen. Ja. Oké, dat zou eventueel... ja, oké. Dank u wel. Dan stel ik dat geregeld. Dan stel ik voor dat we overgaan tot het instellen van een commissie om... De voorzitter, u hebt nu de vragenronde gehad, maar we krijgen geen gelegenheid om iets over te melden, want dat had ik dan wel. Aha, maar dat mag altijd. Ja, dat mag altijd, maar ja. Ik dacht, krijgen we daar nog de ronde voor? Dat gaan we dan bij deze doen, meneer Wildvonk. Ja, graag, dank u wel. Want ik wil wel, hoewel we in het geheim gaan stemmen, wil ik wel mijn akkoord met het voorstel uitspreken hier. Maar ik spreek ook even mijn zorg uit over het functioneren van het systeem van toezicht op een openbaar onderwijs. En dat durf ik hier wel aan te grijpen, omdat voor deze vergadering ook een brief met de stukken zit van dit bestuur voor de opheffing van de carousel. En de ontwikkelingen bij de carousel die hebben in het afgelopen jaar hebben mij de indruk gewekt dat er nogal wat afstand zit tussen het bestuur, raad van toezicht en de scholen. En het is mijn stellige indruk dat er een tekort aan toezicht is geweest en een tekort aan begeleiding vanuit dit overkoepelende orgaan en dat mede de oorzaak is van het gegeven dat de school nu niet meer levensvatbaar is. Nu niet meer levensvatbaar is vanwege een te kleine omvang. En ik zou dus het college willen oproepen, zonder nogmaals op dit punt ook maar enige afbreuk te willen doen, maar willen oproepen om toch eens door te praten met deze raad van toezicht ook, om eens te kijken hoe kan het nou dat dit is gebeurd en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het functioneren van het systeem weer op een wat hoger niveau komt. Want nogmaals, die afstand raad van toezicht bestuur naar dus individuele scholen toe, heeft hier een rol gespeeld. Dat wou ik er nog wel even over kwijt. Dank u wel. Dank u wel. U doet een oproep aan het college om daar in ieder geval ook oog en oor voor te hebben en dat mee te nemen ook in gesprekken daartoe. En dat is een oproep, denk ik, in dit geval concreet aan wethouder Uitslag. Neemt u deze oproep mee? In zoverre dat ik er een notie van genomen heb, ben een beetje indachtig wat onze rol is, hè, als gemeente. Wij hebben de taak om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs. Nou, daar wordt toch nog steeds in voldaan. Daarvoor toezicht moet toezien op het kwaliteit. En dat soort zaken. We mogen als gemeente ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing. Nou, dat zijn nogal wat termen. Zover durf ik zeker niet te gaan. Laat onverlet dat ik binnenkort nog wel gesprek heb met het bestuur. Dus ik heb wel degelijk gesprekken over hoe nu verder. En dat praat niet over een carousel, maar over andere openbare school in Kerndalsen. Maar om dan met de raad van toezicht te gaan ontbieden is dit met een stap te ver. Maar ik ben dus wel degelijk in gesprek. En als daaruit signalen blijken dat ze onvoldoende erop zitten, en die signalen heb ik in tegendeel, dan zal ik die stap gaan maken, maar eerder heb ik ook gewoon de positie niet om het te doen. En dan denk ik dat het verstandig is dat we ons allen bij onze leest houden. U wilt van u hoort de genuanceerde reactie van de wethouder? Nou, ik hoor vooral een hele voorzichtige benadering van de wethouder. En hij zegt op het laatst, laten we ons bij onze leest houden. Daar ben ik over het algemeen wel erg voor. Maar de gemeente is wel degelijk ook verantwoordelijk voor het onderwijs in de breedste zin. Niet alleen maar voor het instand houden van een soort onderwijs, maar ook wel van de scholen. En natuurlijk, daar hebben we gedelegeerd als gemeente aan een dergelijke stichting.
Maar er is ook een tijd geweest, en dat kan ik uit eigen ervaring over vertellen, dat we er lokaal een bestuur op hadden zitten. En daar ging het echt wel iets, zat het er echt iets dichter op dan wat we nu zien. Dat hoeft niet altijd beter te zijn. Maar ik ben toch, ik roep nogmaals het college op om nog eens even ernstig te gaan praten met bestuur dan op mijn part. Om eens te zien, had dit kunnen worden voorkomen en wat moeten we eventueel anders doen? Nou, ik heb het toegezegd, ik ga inderdaad in gesprek daarmee. Terugkijkend om te leren naar de toekomst toe. We kunnen met elkaar heel lang rondbreien van waarom is het carousel dicht. Nou, het besluit ligt is inmiddels genomen. Ik wilde wel heel graag juist naar de toekomst toe dat we voldoende openbaar onderwijs in onze kern houden. En die insteek zal het gesprek plaatsvinden. En ik denk dat we daarmee ook erg dicht bij elkaar zitten qua uitgangspunt. Dank u wel voor uw reactie. Nog even goed om te vermelden dat in november dit onderwerp ook geagendeerd is of wordt voor behandeling in de commissie. Zijn er andere fracties die hier nog willen reageren op dit onderwerp voordat we tot stemming overgaan? Zo niet, dan stel ik voor dat we overgaan tot het instellen van een commissie onder voorzitterschap van mevrouw Kappert. En ondersteund door de leden Massier en Hof. En ik verzoek u om het inmiddels uitgereikte briefje te voorzien van een voor of een tegen. Veel meer smaken hebt u niet. En ik schors even de vergadering. En ik wou dat doen ook in combinatie met het drinken van een kopje koffie. Dus ik stel voor dat we over een kwartier terug zijn. En met vervolgens de uitslag van deze verkiezing. Ik schors de vergadering. Gaan we door naar punt 10. En dat zijn nog bespreekstukken die we ook de afgelopen commissievergaderingen hebben besproken. Allereerst de verbreding van het fietspad Oude Oever. Er waren toch nog een paar partijen die dit mee zouden nemen voor intern beraad. En ik stel voor om die partijen daarover ook allereerst het woord te geven. En misschien nog goed om even te melden dat er vanmiddag nog een laatste stuk is toegevoegd op het RIS. Technische vraag vanuit de ChristenUnie gesteld. En daar hebt u al een kennis van kunnen nemen. Ik wil beginnen, want er waren drie partijen die toch voor intern beraad dit mee zouden nemen. D66, PvdA en ChristenUnie. Ik wil D66 eerst het woord geven over dit onderwerp. En daarna de overige drie partijen, voor zover daar behoefte aan is. Meneer Royakkers van D66. Dat mag ook, dan ga ik door naar de PvdA, de heer Wildvank. Ja, we hebben het even meegenomen naar de fractie om toch even wat beter nog te kijken naar met name de keuze voor de routes, want die leek wel voor de hand te liggen, maar er was één aspect wat met name voor de route door de uiterwaarden, noem ik het maar even, sprak. En dat was het recreatieve voordeel wat dat met zich mee zou kunnen brengen. We hebben dat afgewogen tegen een mogelijke verstoring van het landschap en verstoring van flora en fauna, noem ik het maar even, dat ook wel weer met zich mee zou brengen. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we meegaan met het voorstel van het college. Omdat dat dan vervolgens de tweede beste keuze is wat ons betreft en veel minder verstoring oplevert. Dus dat de balans sloeg dan naar die kant door. We roepen nog wel daarbij op, misschien is daar ook een open deur die wagenwijd open staat, dat zou heel goed kunnen, dat daar in de aanleg wel zoveel mogelijk met duurzaam materiaal wordt gewerkt. En ik heb niet direct, ik heb wat materiaalkeuzes meegekregen, maar ik durf het niet goed aan om ze te noemen, dus dat laat ik graag aan de wethouder. Ik denk dat het redelijk in beton gegoten is, hoor, het voorstel. De heer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter. Voor de ChristenUnie staat veiligheid hoog genoteerd. Heb ik commissie ook al gezegd en daar hebben we ook nog weer over gesproken. Echter, in dit voorstel wordt onevenredig veel geld uitgegeven aan verbreden en veranderen van een fietspad in relatie tot het oplossen van het probleem wat er nou daadwerkelijk ligt. En we missen heel erg de integrale afweging ten aanzien van andere fietspaden en de veiligheid ervan. Trekt ook vaak snelverkeer aan, fietssnelverkeer. Maar na breed beraad in onze fractie en steunfractie willen we het voorstel wel het voordeel van de twijfel geven. En dat doen we dus echt met hele grote voorzichtigheid. En zeggen we toch ja tegen dit voorstel. Maar met schroom. Dank u wel voor uw verklaring daarbij. De heer Royakkers, D66. Dank.
Dankjewel, voorzitter. Nou, ik kwam net binnen lopen toen u mij het woord wilde geven, dus vandaar. De reden dat we nog een keer erover wilden praten, maar ik wil dat graag dan uitstellen tot een wat meer principiële discussie. Dat hangt samen met het beton en de 50 jaar afschrijvingstermijn. En ik heb tussen de commissievergadering en nu geen gelegenheid gehad om een keer met de ambtenaren erover te overleggen. Dat wil ik graag nog eens een keer doen. Maar dat heeft eventueel meer idee dan alleen maar dit fietspad. Want dat gaat in het algemeen voor dit soort projecten op. En het afwegen van cashflow versus integrale kosten per jaar gemiddeld over 50 jaar berekend. Daar wil ik nog eens een keer een boom over opzetten met een paar ambtenaren. En daar kom ik wel op terug. Dank u wel. Die boom mag u opzetten ook buiten deze vergadering. Dat is duidelijk. Zijn er vanuit de andere fracties nog redenen om hierop te reageren? Wethouder, was nog één vraag van de heer Wildvank. Over de vormgeving. Nee, de vormgeving, maar beton toch? In het voorstel staat dat wij hem in beton gaan uitvoeren. Ja. Klopt. Ja. Voldoende, meneer Wildvank. Ja. Akkoord. Verder geen vragen meer. En aangezien dit ook de. Dan zijn we eigenlijk nu aan de tweede ronde, dat is namelijk uw oordeel, maar impliciet hebt u die al gegeven. Dus is er nog behoefte om aanvullend uw oordeel hierover uit te spreken? Want ik heb het idee dat elke partij dat nu of al gedaan heeft in de commissie of in deze raadsvergadering. Als daar geen behoefte aan is, gaan we over tot stemming. Mag ik van u vernemen wie voor dit voorstel is van het college? En als ik dan rondkijk, is dat ook aangenomen door alle fracties unaniem door de raad. Dank u wel. En zoals gebruikelijk moet ik dan in tweede instantie nog even het voorstel voorlezen. Namelijk, het voorstel is kennis te nemen van de notitie Oude Oever, te kiezen voor variant 1, te weten het verbreden van het fietspad van de Oude Oever. Het college opdracht te geven om de verbreding van het fietspad in uitvoering te nemen, het bijbehorende krediet van €380.000 beschikbaar te stellen, de structurele lasten met ingang van 2019... van €5600 in de begroting 2018-2021 te verwerken. En dat hebben we besloten. Dank u wel. Dan gaan we naar een volgend bespreekstuk. Dat betreft de extra zonnepanelen op de werf in Dalfsen. Ook daar is in de commissie uitvoerig over gesproken. Een groot deel van de fracties kan hiermee ook instemmen. Er waren nog twee fracties die daar nadrukkelijk nog over wilden nadenken, PvdA en ChristenUnie. Ik stel voor dat eerst die twee partijen ook de gelegenheid krijgen om daar even op te reageren. Meneer Wild van PvdA. Ja, we hebben in de commissievergadering ook wat een en ander gezegd over de uitvoering van het voorstel zoals het er ligt. En met name de mogelijkheid die we er graag in zouden willen zien om dat toch wat verder te verbreden. En daarbij met name omwonenden of burgers in ieder geval te betrekken. Daarom hebben we ook een motie voorbereid om dat aspect er nog in onder te brengen. Dus ik zit even naar de voorzitter te kijken hoe we dit nou precies gaan doen. Maar wat mij betreft zouden we die motie eigenlijk wel direct willen in de lijn van onze echte inbrengen. Voorzitter zeggen we altijd van laten we meteen maar met die motie komen. Zie, dat dacht ik al. Ja, dus als we die even in beeld kunnen krijgen, dan mag u die ook zelf voorlezen. Dat is heel fijn. Ik begin even bij dan gelezen het voorstel van burgemeester en Weddoes van 29 augustus 2017, nummer 656. Gehoorde beraadslagingen over het agendapunt extra zonnepanelen werf Dalfsen. Overwegende dat de investering in zonnepanelen ten zeerste wordt toegejuicht. De raad bekend is met een lokaal initiatief waarbij burgers de gelegenheid krijgen om op het dak van Foreco in Dalfsen voor eigen rekening zonnepanelen te plaatsen, waarbij de opbrengst van die panelen aan hen toevalt. Spreekt uit dat het wenselijk is te onderzoeken of en in hoeverre het mogelijk is om in samenwerking met een lokale organisatie, zoals Groen Gebogen, dit lokaal initiatief te realiseren. En het wenselijk is te bekijken in hoeverre de systematiek van de postcode-roos kan worden toegepast bij de exploitatie hiervan. En verzoekt het college dan dit onderzoek uit te voeren en de raad hierover te informeren. Was getekend de heer Nijberg van de ChristenUnie, de heer Rooijakkers D66, de heer Veldhuis van de VVD en ondergetekende van de PvdA. Dank u wel voor het voorlezen en inbrengen van deze motie. Ga ik even naar de ChristenUnie toe, de heer Nijburg. Ja, voorzitter. De ChristenUnie is voor duurzaamheid en het opwekken van duurzame energie. Ook door middel van zonnepanelen.
Alleen het voorstel zoals het voor ligt komt te vroeg. Vandaar ook de motie waar wij aan hebben meegewerkt. De business kreeg gevraagd op dit moment een onevenredig grote investering voor het opwekken van energie. Die niet optimaal gebruikt kan worden en onverdelig terug wordt geleverd. De financiële bron, deels subsidie, wordt niet besteed aan burgerinitiatieven waar ze voor is. En daarom willen we met deze motie komen. En stemmen tegen het voorstel, maar voor die motie. Dank u wel voor uw inbreng. De motie is ondertekend door 4 partijen. Ik denk dat het goed is om even een reactie ook van de wethouder te krijgen. En voorzitter. Vervolgens. Voorzitter. Sorry. De heer Lochtenberg, die wil vooraf nog het woord aan u. Ja, want u gaf ons de mogelijkheid niet. We hebben weliswaar in commissie aangegeven dat wij het eens zijn met het voorstel, voornemens zijn daarvoor te stemmen. Op basis van de informatie die we hadden en op basis van de informatie die staande die vergadering is gegeven. Een deel van die informatie, of onderdeel van die informatie, maakt uit dat groen geboren is ook informatie die wij naar aanleiding van de vraag in commissie over het RIS als antwoord gekregen hebben. Een van die antwoorden is, daar staat in dat groen geboren op dit moment niet geïnteresseerd is in exploitatie van een veld met panelen zoals op de gemeentewerf mogelijk is, omdat ze de handen al, zeg maar, de broek vol hebben aan de huidige projecten. Nou is ons ondertussen gebleken dat groen geboren dat maar een rare reactie vinden, dat helemaal niet, daar niet mee eens is. En zelfs aangeeft in staat te zijn zeer snel aan te geven of zij het financieel rond kunnen krijgen of niet. Wij hebben in de commissievergadering aangegeven dat wij elk onderzoek prima vinden als het maar niet de gang van zaken tegenhoudt, hè, of vertraagt. Dus dat betekent dat wat ons betreft die S-plus-subsidie gewoon aangevraagd zou moeten worden, omdat die al aangevraagd moet worden in de eerste week van oktober. Nou, wij hebben in de commissie aangegeven van nou, als onderzoek dat zal vertragen, waardoor dat niet haalbaar zou zijn, werken we er niet aan mee. Groen geboren zegt alleen op dit moment, wij kunnen zeer snel ook wel voor die tijd aangeven of we financieel rond kunnen krijgen of niet. En dat vind ik wel aanvullende informatie die we tot nu toe niet hadden, waardoor we toch wel even aan het twijfelen geraakt zijn. Van nou, moeten we daar nu maar zo klakkeloos in meegaan of moeten we alsnog, zoals waar de motie, een deel van de motie om vraagt, om het onderzoek, als zij in staat zijn om op korte termijn het antwoord te leveren, waarom zouden we dan het onderzoek niet even afwachten? Of gelegenheid geven voor het onderzoek? Dus in zoverre even toch wel aanvullende informatie gehad waar we toch meenden op te moeten reageren, voorzitter. U schetst het dilemma van om al dan niet nu een definitieve keuze erop te nemen. En zeker ook met betrekking tot het aanvragen van die subsidie. Ik kijk ook even naar de andere kant. De heer Meijering van de gemeente. Wij hebben al aangegeven in de commissievergadering dat we akkoord gaan met het voorstel. En we vinden het juist belangrijk, juist wel die SDE-subsidie zo snel mogelijk wordt aangevraagd. Wat de heer Lochtenberg net ook al zei in oktober. We gaan eigenlijk voor 7. Dus wij kiezen toch voor het voorstel van het college. Helder, dank u wel. De heer Wilsonk. Ja, mag ik op die laatste twee nog even een aanvulling geven? Want ik zit een beetje in dezelfde positie als de heer Lochtenberg ook zit. Had het misschien net iets eerder gehoord, maar het komt wel op hetzelfde neer. Maar we kunnen hier natuurlijk het een doen en hoeven het ander niet te laten. Misschien stel ik wel de vraag aan de wethouder even. Kunnen we er niet voor kiezen om in ieder geval datgene waar we nu in eerste instantie een voorstel voor hadden om die subsidie aan te vragen, om dat gewoon door te zetten. Maar ondertussen voor die verbreding van ik weet niet of het dan helemaal goed woord is, maar het leggen van meer panelen, of daar niet dan de weg via Groen Gebogen zou kunnen worden bewandeld. En natuurlijk, het zou best kunnen als Groen Gebogen zegt, ja, kan het deze week al opleveren, het antwoord, dan kan het wellicht voor het geheel meegenomen worden. Maar ik zou in ieder geval dat stukje waar het nu over ging met die subsidie, zou ik niet stil willen leggen. Dat zou ik ook wel graag willen doorzetten. Maar ondertussen zou ik wel graag deze weg ook willen ingaan om eens te kijken, wat kan er nog meer? En wellicht kan het ook over dat eerste deel al, maar dat hoeven we daar niet van afhankelijk te maken. Dank u wel voor deze toevoeging, interpretatie ook van de bijdrage van de heer Lochtenberg. Op dit moment even geen andere reacties. De heer Royak was D66. Ja, ik wil daar dat ondersteunen. Want ik denk dat de heer Meijburg iets te zwart-wit is. En sommige andere. Meijburg. En sommige andere. Andere ook. Want je kunt en-en doen. Natuurlijk kun je SDE-subsidie aanvragen. En dan al tegen de tijd dat je weet of je het wel of niet hebt, heb je dat onderzoek al waarschijnlijk al afgerond. Dank u wel.
de heer Nijburg. Ja, voorzitter, het gaat ons erom dat wij zijn niet tegen de aanvraag van subsidie, maar wel tegen de aanvraag van subsidie voor dit dak, dit aantal extra panelen, wat weinig revenue oplevert. Dus als je dat kan gebruiken, die subsidie, voor andere daken en voor andere projecten, ja, dan vinden we dat natuurlijk prima. Dus wij doen ook en, alleen niet op dit dak. Voorzitter, misschien ter... Heer Lochtenberg nog. Misschien nog even ter completering richting de vraagstelling richting de wethouder. Ik heb begrepen dat opsplitsen geen optie is. Het kan niet en. Dus niet en SDS-subsidie en je kunt niet in de postcode-roos bijvoorbeeld de burgers betrekken. Dus ik wil graag even het antwoord van de wethouder hierin een stuk verduidelijking. We gaan de wethouder zo vragen om nog even te reageren op deze beraadslagingen. Want ik zie verder geen lampjes meer branden voor aanvullende vragen. Wethouder Agricola, zou u willen reageren op het punt van tijdig aanvragen van de subsidie versus ook de mogelijkheid openhouden om via bijvoorbeeld groen gebogen andere initiatieven wat ruimer te realiseren? Ja, dank u, voorzitter. Zou je een stuk al eens aangegeven, stel uw raad voor om bij sprekend extra panelen aan te leggen als wij aanmerking komen van RTE-subsidie. En die kans is heel groot aanwezig, 90-95%. Maar die RTE-subsidie gaat over alle panelen. Dus niet alleen over de extra panelen, maar ook de andere panelen die op daar komen, waar u eerder al een besluit over heeft genomen. Dus dat is ook interessant, met name voor ons als gemeente. De gelden komen terug, kunnen weer gebruikt worden voor duurzaamheidsinitiatieven. Ambtelijk, en daarmee kan er ook een keuze gemaakt worden dat het via de postcode roos gaat. Maar postcode roos, geen FTE-subsidie. Postcode roos op dit dak moet er ook een extra meter komen, een extra aansluiting, wat ook extra kosten met zich meebrengt. Maar dat hebben we in de stukken die we u toegestuurd hebben, hebben we proberen duidelijk te verwoorden. Amtelijk is me medegedeeld dat groen gebogen altijd gaat kijken wat is voor ons interessant. En als groen gebogen een ander dak neemt dan het dak van de gemeentewerf, hebben ze niet te maken met andere kosten. Dus niet extra aansluitingen en meterkasten. Dus die kosten zijn extra. Dat is in principe van hetgeen wat ambtelijk mij is medegedeeld. Ambtelijk voor mensen die heel dicht bij groen gebogen staan. Dus zoverre kun je het een doen en het ander niet laten. Kijk, je kunt, en dat stel ik ook voor, altijd RTE-subsidie aanvragen. Maar er zal wel op hele korte termijn, met name door groen gebogen, aangegeven moeten worden of het dak van de gemeentewerf inderdaad voor hun interessant is. Zo ja, dan zou het via de postcode roos kunnen, hoeven wij niet te investeren. En zo ja houdt ook in dat we geen FTE-subsidie kunnen aanvragen of kunnen verkrijgen over het eerste deel. Tot zover. Ik mag concluderen dat u zegt van en is wel een begaanbaar spoor, maar dan moet die motie, de inhoud van de motie, wel met enige snelheid gepaard gaan. Mag ik het zo kort samenvatten? Ja, dan zullen we van groen gebogen heel snel moeten weten van of ze werkelijk geïnteresseerd zijn van ja of nee. Ik weet dat ze druk bezig zijn met het dak van Vereco, maar dit zijn dus de angels en voetklemmen die bij dit dak een rol spelen. Goed, dank u wel. Voorzitter. Dit zijn de beraadslagingen tot nu toe. Is er behoefte aan aanvullende vragen en opmerkingen? De heer Lossenberg, CDA. Nou, nou krijgen we toch even het gevoel dat we het hebben over, dat we dus spreken over de mogelijkheid van al of niet die groen gebogen biedt en niet met groen gebogen. Dus het lijkt me dat dat op zijn minst haalbaar zou moeten zijn om binnen een week met groen gebogen aan tafel te zitten en van hen zelf te horen of ze het zien zitten of niet. En niet via via, dat lijkt me niet de weg. De vraag is of dat binnen een week kan. Misschien is de vraag ook wel of het binnen een week moet, maar de heer Wildvang wil daar ook nog op aansluiten. Dat laatste is misschien ook wel aan de orde, maar daar zou ik me helemaal niet over uit willen laten. Het verzoek uit de motie is eigenlijk niet meer, ook niet minder, maar van om eens te onderzoeken samen met groen gebogen of dit een begaanbare weg is. En ik hoef hier helemaal niet een uitspraak of het kan of niet kan. Dat zal nog wel blijken in die, nou laten we zeggen, anderhalve week die we daar nog hebben. Maar laten we, mijn vraag zou zijn, is nu met de motie van, ga die weg eens op. Ga eens met zijn gesprek, zoek het eens uit. Lukt het niet,
hebben we het in ieder geval geprobeerd. Dank u wel voor deze aanvulling, de heer Rooijakkers. Zijn we nog aan het vragen stellen, voorzitter? Hè? Over dit onderwerp, ja? Neem ik aan. Ja, zeker. Ja, ja, want ik begrijp me toch iets raars. In eerste instantie is besloten voor een bepaald aantal zonnepanelen op het dak. Nu was er sprake van extra zonnepanelen op het dak. En ik begrijp van de wethouder dat de SDE-subsidieaanvraag ook nog moet gebeuren over de eerste tranche van de zonnepanelen. Is daar al SDE-subsidie voor verkregen? Dat is een heldere vraag. En zo niet, en zo ja, dan zou ik zeggen. Maar daar komt misschien de vervolgvraag komt daarna dan wel, voorzitter. Ja. Wethouder Agricola, u hebt, dacht ik al, in uw eerste bijdrage er iets over gezegd. Kunt u dat nog even concreet herhalen? De vraag van de heer Rooijakkers of op het oorspronkelijke plan ook al de subsidie is aangevraagd, zeker u verkregen? Dat is niet gebeurd. Er is helemaal nog niks aangevraagd. Het moet aangevraagd worden. Maar het is tegen mij, ambtelijk van meerdere kanten, dus aangegeven dat, ondanks dat wij als gemeente met name die stroom zelf gaan gebruiken, dat we voor alle panelen SDE-subsidie aan kunnen vragen. De heer Rooijak, is dat een helder antwoord? Dat klopt, begrepen. Dat is een helder antwoord. A, verbaast het me dat het niet in de vorige tranche al is aangevraagd, want dat is al lang bekend dat die zonnepanelen erop zouden komen. En B, zeg ik dan, maak dan twee afzonderlijke aanvragen. Eentje voor de panelen die je sowieso wil neerleggen voor eigen gebruik. En een deel voor de tweede tranche, zodat die onafhankelijk van elkaar kunnen worden beïnvloed. En dat je niet in die val komt van die zwart-wit denkerij. Dat je zegt van het is of helemaal geen SDE en alles postcode roos of andersom. Je kunt altijd nog die eerste tranche volgens mij bestemmen voor eigen gebruik met SDE. En de tweede, het is toch een heel ander project. Gemakkelijk genoeg. Dat pleit ik voor om te onderzoeken. U pleit daarvoor. Dat is een heldere vraag die u formuleert. Ik denk dat we zo langzamerhand ook toe zijn aan de oordeelvormende fase. Er zijn al een aantal reacties gegeven. Ik denk dat het goed is om het rondje eens even af te maken. Zowel een reactie op het oorspronkelijke voorstel als op de motie. Voor zover de informatie nu beschikbaar is. De heer Veldhuis, VVD. Nou, heel kort, wij ondersteunen van harte de motie. Ik ben het eens met wat hiervoor ook allemaal gezegd is. We gaan met groen gebogen in gesprek en vragen ondertussen de subsidie aan. En voor de rest kunnen we akkoord gaan. Ja, in twee tranches, dat is een goede aanvulling. Dat moet zeker gebeuren. Je moet dat gescheiden aanvragen. De heer Rooijakkers, wilt u nog aanvullend reageren? Nee. De heer Wildvank? Nee. De heer Lochtenberg, CDA? Ja, dank u wel. Op zich prima actie, die extra panelen erbij. Ik ga ook even in reactie op de opmerking en de vraag van de heer Rooijakkers. Maar dat is meer aan de wethouder. Volgens mij kan het helemaal niet opdelen, want het SDE-subsidie aanvragen voor een projectje alleen voor gemeentedoel, volgens mij kan dat helemaal niet. Dus en daarom, omdat we nu samenvoegen met die anderen, onder één project kun je meenemen. Maar goed. Snelheid, ze hebben wij in de commissie aangegeven, daar zijn we voor, daar gaan we voor. Dus we willen in ieder geval mee met die ronde. Als er in de korte tijd die ons nog rest, voor de aanvraagmogelijkheid, dat is de eerste week oktober al, als er niks uit zou komen, of met het overleg met Groen Gebogen aan zou geven, dat zij het niet kunnen. Maar ik denk dat de wet al even de kans moet krijgen, en Groen Gebogen de kans moet krijgen, hoofden bij elkaar te steken. En er is moois van te maken. Klein puntje nog, nou niet echt klein, wat we in commissie gemeld hebben, is dat de voorgestelde financiering uit een potje die officieel hier helemaal niet voor bedoeld is, maar bedoeld was voor energie-neutraal renoveren van de woningen van onze inwoners, daar hebben we voldoende van gezegd, dat vinden we niet terecht. Daar wil ik ook een stemverklaring over afleggen, voorzitter. Daarbij dat mag u doen. Dienen wat ons betreft ook de opbrengsten, als we al die gelden aanwenden voor de opwekking van energie milieuvriendelijke energie opwekken. Dat die gelden, als die dan uit een potje komen die voor onze inwoners bestemd waren, of weer terugdienen te vloeien ten nutte, in een pot die benut wordt voor onze inwoners. Dus niet in de exploitatie verdwijnen van de gemeentewerf. Even over de
motie. Uit mijn reactie blijkt er wel dat mits het kan voor het, het eerste moment waarop de SDE-subsidie aangevraagd kan worden, willen wij die motie, zijn we het met de insteek van de motie wel eens. Dus dat stukje willen wij ondersteunen. Lukt het niet, dan gaan we voor de SDE-subsidie. Klaar. Onze stemverklaring, voorzitter, die houdt in dat de fractie van het CDA vindt dat er voor deze gemeentelijke bestemming oneigenlijk wordt geput uit de voor inwoners bedoelde pot geld voor energie-neutraal renoveren. En de opbrengsten dienen ter beschikking te komen van het stimuleren van duurzaam wonen. Onze fractie vindt daarbij dat de raad vroegtijdig raad moet worden geconsulteerd over de problemen met een eventueel alternatieve, de problemen met en een eventueel alternatieve benutting van die pot gericht op de doelgroep. Dank u, voorzitter. Dank u wel ook voor uw verklaring, helder. De heer Meijerink, gemeente Belangen. Dank u wel, voorzitter. Ja, als het geen belemmering vormt voor de SDE-subsidie, zou ik zeggen, dan gaan we dat laatste stukje wat meneer Lochtenberg net al meldde, gaan wij wel mee akkoord in de motie. Maar wel heel snel die subsidie aanvragen, geen risico lopen. En ik hoop dat de wethouder dan op zeer korte termijn met groen gebogen om tafel kan. En we laten dus dat even open. Ja? Dank u wel. De heer Nijburg, gisteren tenslotte. Ja, voorzitter, we hebben ons er al over gebogen en onze uitspraken erover gedaan. Dus ik wou het daar maar bij laten. Dank u wel. Blijft over toch het idee of de vraag van moet je dat in één keer aanvragen of kun je dat in twee keer aanvragen? En eigenlijk de oproep van de heer Lochtenberg van, om het in ieder geval tijdig te doen. Kunt u daar nog een laatste reactie op geven? Wij als college willen graag even schorsen en dan komen we daarna op uw vraag in terug. En u hebt aan 5 minuten of 3 minuten genoeg? Gaan we eruit van 10 minuten. 10 minuten? Ja. Nou, dan gaan we bij deze 10 minuten schorsen. En dan gaan we verder om, 18 over 9. Dan gaan we naar agenda punt 12. Ook niet een onaanzienlijk onderwerp. Beleidsplan integraal beheer openbare ruimte. Het voorstel om het beleidsplan vast te stellen en te kiezen voor scenario 1. En dat heeft te maken met het onderhoudsniveau van diverse objecten. Kennis te nemen van wegenbeheersplan en beheersplan civiele kunstwerken en de financiële dekking af te wegen bij de behandeling van de begroting 2018-2021. In de commissie is hier uitvoerig over gesproken. Een aantal fracties heeft aangegeven hier toch nog even intern beraad over te willen voeren. Met name ChristenUnie en PvdA. En ik stel voor om eerst nog een informerende ronde daarover te houden. Vervolgens de oordeelvormende ronde en daarna de besluitvorming. En mochten er zaken zijn die amendementen of moties inhouden, graag in de eerste ronde aankondigen. Heer Nijburg van de ChristenUnie. Ja, ik heb op dit moment geen aanvullende vragen. Wij zijn het met het voorstel verder wel eens, maar we willen het graag aanscherpen door middel van een amendement. En dat amendement kunt u dan ook bij deze inbrengen? Ja, dat kan. En misschien ook zelf voorlezen? Ik zal mijn best doen. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, datum 22 augustus 2017, nummer 653. Gehoorde beraadslaging over agendapunt beleidsplan integraal beheer openbare ruimte. Overwegende dat de systematiek helder moet zijn, stelt de raad voor te besluiten de eerste besluitregel aan te vullen met de volgende tekstaanpassing. Veiligheid op de hoofdinfrastructuur wordt gehandhaafd op niveau B+. Dat wil zeggen dat bij dreigende degradatie naar niveau C vroegtijdig wordt ingegrepen. En er zijn een paar indieners. Toelichting? Nou, toelichting. Het gaat daarover het kiezen van niveau B+. Dat betekent gemiddelde van B+. Is iets netjes onderhouden, dan zit het niveau zelfs op A of A+. Dus dat kan. Door omstandigheden zakt het vanzelf naar B of zelfs naar C, in het ergste geval D. En dat willen we ten aanzien van die infrastructuur voorkomen. Objecten op niveau C worden gezien als werkvoorraad. Wethouder en ambtenaar hebben in de commissie duidelijk gemaakt dat het gestelde niveau B voldoende is voor aansprakelijkheidsstelling. Maar omdat je er snel onder zakt, willen we dat niveau dus optrekken. Met betrekking tot uitstraling mag nog wel een keer C of incident D voorkomen, maar niet in het kader van veiligheid. Dank u wel voor uw amendement. Dan is
Even kijken, de PvdA, die had ook inderdaad nog gevraagd om beraadslagingen. Die wilt ook. Ja, nou ja, dat komt een beetje op hetzelfde uit wat de heer Nijberg al inbracht. Wat ons betreft zat ook het onderwerp participatie nogal even dwars. We hadden graag gezien dat dat wat meer uitgebreid hier ook aan de orde zou komen. Met name in Nieuw-Leuzen hadden we daar wel graag wat meer inhoud aan zien worden gegeven. Maar goed, we voelen ook wel aankomen dat dat niet helemaal haalbaar zou blijken te zijn. En dit punt wat de heer Nijberg nu inbrengt, is ook iets wat ons zeer aanspreekt. Dus ik wou het dan maar gewoon bij laten. Dank u wel. Dan zijn er nog andere informerende vragen. En die informatie kan ook eventueel gaan over ingediende amendementen. Als die er niet is, dan stel ik voor dat we naar de opinierende ronde gaan. En dan stel ik voor dat de heer Veldhuis spits afbijt. Dank u, voorzitter. Ja, heel kort. We zijn op zich in de... in de vorige vergadering hebben we al ons akkoord gegeven. De ingebrachte amendement kunnen wij van harte ondersteunen. Wij willen gewoon dat de wegen op het gewenste niveau daar blijven staan. Dus. Dank u wel. Heer Royappers, D66. We kunnen ook instemmen met het raadsvoorstel. En ik aarzel toch wel een beetje bij het amendement, want ik vindt het raadsvoorstel wel recht doen aan het kwaliteitsniveau wat wij willen. En ik vraag me af of dat niet allemaal extra duur gaat worden. Vandaar dat ik nog aan. U twijfelt nog? Ja. Ja. De heer Wilsink heeft al gereageerd, maar wilt u nog? Nee. De heer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sta een beetje hetzelfde in namens de fractie als de heer Royakkers van het D66. We vinden het zich sympathiek. We hebben ook tijdens de commissievergadering expliciet aangeven dat voor ons B voor de wegen het aspect veiligheid de ondergrens is. En dat we ook niet willen dat daar doorheen wordt gegaan. Maar wij hebben wel wat vertrouwen dat dat op basis van de beraadslaging en het stuk zoals het nu voor ligt het geval is. Dus wij zien de toegevoegde waarde van het amendement ook niet zozeer. Dank u wel voor uw bijdrage, de heer Jutten, denk ik, ja. Voorzitter. Ik kan me daar al bij aansluiten. Het voorliggende beleidsplan geeft voldoende borging voor de gewenste niveaus. En ik denk dat de afdeling capabel genoeg is om een BGC te laten worden. Dus we zijn voor het voorstel en tegen het abonnement. Dank u wel. Dank u wel. De heer Nijburg nog aanvullend. Daarna ga ik even naar de wet. Wat moet ik nou nog doen om mensen over de streep te trekken? Ik zou het niet weten. Dank u wel. Wethouder Agricola, zou u willen reageren in ieder geval op het amendement wat voor ligt? Nou, ik wil in ieder geval het amendement ontraden. En in de commissievergadering heeft meneer Nijburg het er ook uitgebreid over gehad. En toen was zijn vraag van, wij zouden zien dat de hoofdstructuur graag op A+. Wat kost dat om het bij spreken op A+ te krijgen? En wat kost het meer een jaarlijks onderhoud? Nou, dat hebben we uitgezocht. Dus willen we die hoofdstructuren die we hebben op A brengen, eenmalig, met name alles achterstaand wegwerken, dan kost dat enkele tonnen. En willen we de hoofdstructuur op A houden, dan kost dat 55.000 euro per jaar extra. Dit is nu een nieuwe variant. Het is technisch van aard. Het had ook mooi geweest dat u dat even van tevoren had gevraagd, meneer Nijburg. Dan hadden we daar ook een financieel plaatje bij kunnen leggen. Maar in ieder geval, dan zal er meer geld bij moeten bij het spreken van wat voorstel wat hier ligt. Terwijl dit voorstel, de middelen die we vragen, dat de veiligheid en de duurzaamheid van de hoofdstructuren, maar van alle wegen waarborgt. Dus het extra geld bij het spreken wat u vraagt, dat vind ik wat overdun. Te meer we de veiligheid en duurzaamheid met dit voorstel kunnen waarborgen. Dat is het, voorzitter. U ontraadde het amendement omdat het overdun is en te veel financiële middelen vraagt. Dat is kort samengevat. Helder. Dat ten aanzien van de tweede ronde. Is er behoefte om daar vervolgens nog op te reageren of naar elkaar toe? Dan is daar gelegenheid voor. De heer Wilsink. Ja, nou, het is inderdaad, was misschien handig geweest om even financieel door te laten rekenen van wat betekent dit nou. Maar ik hoor de wethouder ook zeggen, de doorrekening naar A is er al geweest. Het ging over een paar ton eenmalig en amper 50.000 euro per jaar. Het zijn ook niet direct bedragen waarvan ik denk, jongen, daar gaan we failliet aan.
Dus dit gaat mogelijk om een paar ton in eenmalig en een keer 25.000-30.000 euro per jaar. Als het al zover komt. Dus ik zou toch nog wel een poging willen wagen, meneer Nijburg, om te kijken of ik ook wat mensen over de streep kan krijgen. Dit gaat niet om geweldig grote bedragen. En we hebben het wel over een wezenlijk punt in onze gemeente, namelijk veiligheid, waarop we eigenlijk niks willen toegeven. En dat is de onderliggende gedachte geweest van waarom dit amendement wordt ingediend. Dus ik zou toch de partijen die nu gezegd hebben, ja, we weten niet hoeveel het kost, klopt, toch nog eens willen vragen om één keer even bij stil te staan van, is dit nou zo onoverkomelijk? En wat gaat wel over een heel wezenlijk punt. Heldere oproep aan andere fracties. Breng mij toch nog tot die poging om dat inderdaad daarbij aan te sluiten. Ja, wij trekken 380.000 euro uit voor een fietspad, voor de veiligheid op een fietspad. En we doen het niet voor de wegen. Ja, daar heb ik gewoon geen begrip voor. Ook dat is een helder statement. Hebben de andere fracties die twijfelen over het amendement of daar al een heldere mening over hebben, nog behoefte om daarop te reageren? Dan is daar nog gelegenheid voor. Ik zie geen aanstalten om daar gebruik van te maken. Dan is dat die gelegenheid ook voorbij. Dan denk ik dat er gezegd is wat er gezegd moest worden in deze ronde. En dan gaan we door naar de besluitvorming. En de besluitvorming die voor ligt is allereerst het amendement. En het amendement, ik lees dat nog één keer voor wat het echte voorstel is. Namelijk om te besluiten de eerste besluitregel aan te vullen met de volgende tekstaanpassing. Veiligheid op de hoofdinfrastructuur wordt gehandhaafd op het niveau B+. Dat wil zeggen dat bij dreigende degradatie naar niveau C vroegtijdig wordt ingegrepen. En dat is inderdaad een aanscherping ten opzichte van wat het college voorstelt. Dit amendement ligt voor. Mag ik van u vernemen wie voor dit amendement is? En dat zijn drie fracties. VVD, PvdA, ChristenUnie. En daarmee constateer ik dat de overige fracties tegen zijn. Mag ik dat nog even van u vernemen? D66, CDA en gemeentebelangen. Daarmee is dit amendement verworpen. Dan gaan we terug naar het oorspronkelijke voorstel van het college. Het beleidsplan integraal beheer openbare ruimte vast te stellen en daarmee te kiezen voor scenario 1. Kennis te nemen van het wegenbeheersplan en het beheersplan civiele kunstwerken. De financiële dekking af te wegen bij de behandeling van de begroting 2018-2021. Mag ik van u vernemen of u dit voorstel kunt steunen? En de steun wordt raadsbreed uitgesproken en daarmee is het aangenomen. Dank u wel. Gaan we door naar agenda punt 13, de archiefverordening 2017. Aan de ene kant een vrij technisch stuk. Aan de andere kant is het ook wel iets wat blijkbaar dringend is vanuit wetgeving. Vanuit overwegingen komt het in ieder geval in één keer in de raadvergadering ter behandeling. Ik stel voor om ook even met een eerste informerende ronde te starten. Wie heeft de behoefte aan informerende vragen te stellen aan de portefeuillehouder? Dat is de heer Wildvang, PvdA. Ja, ik heb het stuk niet helemaal gelezen, geef ik direct toe. Dus ik heb een hele basale vraag. Ik mag toch ervan uitgaan dat deze verordening zich vooral, maar in ieder geval ook, richt op de digitale archiefvorming. Dat is denk ik daarmee de enige vraag die we hebben in ons midden. Wethouder Agricola, zou u daar even op kunnen reageren? Dat kan ik volmondig beamen. Helder. Dus ook digitaal, ja. Dan gaan we door naar de tweede ronde. Meningsvormend. Wie daarover? Heeft iemand behoefte om daar een mening over uit te spreken? Nee. Nou, dat is wel jammer eigenlijk. Goed, maar het scheelt wel in de tijd, dus hartelijk dank. We gaan door naar de besluitvorming. Mag ik van u vernemen of u dit voorstel, en dat is namelijk het vaststellen van de archiefverordening gemeente Dalfsen 2017, of u dat kunt steunen. En dat wordt raadsbreed gesteund en daarmee is het een besluit geworden. Dank u wel. 14, dat is de derde wijziging legersverordening. En dat heeft te maken met het aanpassen van de tarieventabel. Het gaat over de verordening op de heffingen, de invordering van legers 2017.
Het heeft met name te maken met het leveren op het huisadres van de waardedocumenten, paspoort en rijbewijzen. Dat is in het voorjaar ook als beleid vastgesteld door de Raad. Dit onderwerp staat direct op de raadsvergadering geagendeerd. Dus ook hier weer eerst een informerende ronde en vervolgens een oordeelsvormende ronde. Wie wil in de informerende ronde een vraag stellen? De heer Veldhuis, VVD. Ik heb een hele korte vraag. En dat was even iets wat ik niet begreep. En er staat in het document dat het eerste document €12,50 kost. Dat kost de gemeente dat. Wat wordt hier precies onder verstaan? Onder het eerste document? Het eerste document wat op een adres bezorgd wordt? Of het eerste document wat aan een persoon wordt geleverd? Dank u wel. Heldere vraag. Mevrouw Lasker, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een vraagje over de prijzen, over de kostendekkendheid. Hè? Er wordt nu €4,50 betaald. Dat is niet kostendekkend, staat erin. Er is het beleid dat zeg maar, tarieven kostendekkend moeten zijn. Is dit voor een bepaald aantal jaren, omdat we er net mee beginnen? Zijn er plannen om het wel kostendekkend te maken? Ik hoor graag van de wethouder hoe dat in de toekomst zal gaan. Dank u wel. Dank u wel voor de vragen. Verder geen vragen. Dan neem ik wel. Ik heb een korte vraag. Royak of D66. We hebben lang gesproken over het openhouden van steunpunt Lemelenveld en dergelijke. En toen is ook dit aan de orde geweest. Is ook overwogen om gedeeltelijk in bepaalde kernen van de gemeente dit voor deze minder dan de kostprijs te bezorgen. En voor mensen die om de hoek wonen van het gemeentehuis bijvoorbeeld wel de volledige kostprijs in te rekenen. Vraag om differentiatie, mag ik dat zo zien? Ja. Wethouder van Leeuwen, zou u willen reageren op deze drie vragen? Om met de laatste te beginnen, ik begrijp de achtergrond, maar nee, alle dalfsenaren zijn gelijk. Dan het aspect kostendekkendheid. Mevrouw Lasje, dat is dat heeft de Raad destijds vastgesteld. Dat blijft ook zo. Op termijn zal dit tarief omhoog moeten gaan. En wat betreft de vraag van de VVD. Dat betreft hier het eerste document. Bijvoorbeeld, u heeft gelijktijdig een rijbewijs voor uzelf aangevraagd voor vernieuwing. En een paspoort voor uw echtgenote. Als die tezamen worden bezorgd, dan wordt over het tweede document €3 geheven. Helder, dank u wel. Mevrouw Lasker, ChristenUnie. Ja, even een aanvullende vraag, want u zegt op termijn zal het kostendekkend moeten zijn. Heeft u enig idee, praten we dan over 5 jaar of over 10 jaar? Of nou, dat durf ik u niet te zeggen, maar daar gaat de Raad ook voor een belangrijk deel zelf over. Hè? Dus iedere keer kunt u bij een behandeling van een perspectiefnota of een begroting uw mening daarover geven. Ik zie het nu even als een gewenningsperiode. Dank u wel. Daarmee hebben we de inhoudelijke vragen beantwoord. Gaan we toe naar de opinie. Dan begin ik deze keer bij gemeentebelangen. Behoefte om daarop te reageren, de heer Raamaker. Nou, eigenlijk niet. Het is een gevolg van wat we destijds besloten hebben. En toen is er een amendement ingediend van, door de Partij van de Arbeid, de CDA, VVD en de D66. En daar hebben we tegengestemd. Wij wouden de servicepunten open houden. En dat is niet gelukt, dus ja. Dit is het gevolg daarvan. ChristenUnie, geen behoefte om dat te reageren? Nee. VVD, de heer Veldhuis. Nee. Roy Akkers, hebt u behoefte om nog te reageren? Ja, ik vind dit perfecte service voor de burger. Een beetje naar aanleiding van wat de heer Raamaker zegt. Ja. Oké, okay, dank u wel. De heer Wildvank. Nee. Voorzitter, dat betekent dat de heer Royakkers vindt dat we inderdaad geen differentiatie moeten toepassen, want hij zegt perfecte service. Nou, stel voor dat we op een andere plek dit debat voorzetten. Even onderling na deze vergadering afhechten. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan zijn we toe aan besluitvorming. Besluitvorming is dan ook vast te stellen de derde wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van legers 2017. En dat is inmiddels de derde wijziging die we vaststellen over 2017. Mag ik van u vernemen of u dat steunt?
En dan is de conclusie... Wij steunen het wel, want de meerderheid is voor. Alleen wel met een stemverklaring dat we graag hadden gezien dat we de servicepunten, en vooral in Lemmerdeveld, open hadden gehouden. Dat is helder. En mag ik dan ook nog even weten wat uw fractie nu gaat stemmen, voor of tegen? Wij stemmen voor. Voor, oké. Okay. En daarmee is volgens mij de conclusie dat we raadsbreed voor dit voorstel stemmen. Dank u wel. Dan zijn we toe aan 14a, motie vreemd aan de orde van de dag, inzicht mogelijkheden taakstelling. Dat is een motie die wordt ingediend door mevrouw Lasker van de ChristenUnie. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij willen graag een motie indienen naar aanleiding van de bespreking in de commissie van vorige week. En die motie willen we indienen samen met de VVD, met D66 en met de PvdA. Zal ik hem voorlezen? Ik denk dat hij in beeld kan. Graag. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Daalse dienen de volgende motie in over het niet op de agenda opgenomen onderwerp inzicht, mogelijkheden, taakstelling. De Raad van de Gemeente Daalse in openbare vergadering bijeen op 25 september 2017 gehoord dat het college het verzoek van de Raad gedaan tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2018 om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden om een taakstelling van 1 miljoen euro te realiseren, niet juist heeft geïnterpreteerd en daarom niet de beoogde informatie aan de gemeenteraad ter beschikking heeft gesteld. Overwegende dat de behoefte van de raad nog steeds aanwezig is om vroegtijdig inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de genoemde taakstelling te realiseren. Raadsfracties tijd en informatie nodig hebben om over deze taakstelling mee te denken en eventuele opties te ontwikkelen. Spreekt uit dat het wenselijk is dat het college alsnog op korte termijn voldoet aan de toezegging aan de raad. En verzoekt het college om de raad uiterlijk 4 oktober 2017 te dienen met relevante informatie over de keuzemogelijkheden voor de realisatie van de taakstelling. Bij voorkeur gecategoriseerd omtrent conform de indeling zoals vermeld in het commissiedocument van de datum 18 september 2017. En gaat over tot de orde van de dag. Als toelichting refereren we aan de bespreking in de commissie van vorige week. Indieners, de heer Veld is VVD, de heer Royak is D66, de heer Wils van PvdA en mevrouw Lasker van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het voorlezen en inbrengen van deze motie. Ik kan me voorstellen dat er behoefte is aan vragen over deze motie. En als dat niet het geval is, dan gaan we door naar de volgende ronde. En dat is namelijk een oordeelsvormende ronde. En dan stel ik voor dat we toch maar eerst de twee partijen die niet ondertekend hebben. Voorzitter, mag ik er ook nog wat van vinden? Ja, dat zou wel mogen. Ik zit me even de volgorde af te vragen. Ik wil eerst even de fracties aan het woord laten. Fractie van CDA. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Ramerman, die weer een fout. Ja, ik ben er al gewend. We hebben de motie gelezen en ik had ook al aangegeven, wij zijn niet echt tegen de motie. Alleen wij zijn van mening dat 4 oktober een vrij kort dag is om daar zo snel invulling aan te geven. En wij willen voorkomen dat er extra kosten gemaakt moeten worden. Die kosten gaan we liever benutten bij de begroting, die extra belasting. En als we het later gaan doen als 5 oktober, dan zitten we zo dicht op de begroting dat wij zeggen van nou, dan kan het ook wel in één keer. Dus vandaar dat wij zeggen, wij gaan niet mee in die motie. En daar blijven we wel bij. Wij zijn ook niet blij met de situatie zoals het gegaan is. We hadden het ook graag eerder gezien. Maar daar hebben we in de commissie duidelijk aangegeven. Dus wij hebben nu zoiets van, nou, laat nu maar komen bij de begroting. Dank u wel. U veronderstelde al een reactie van het college. De heer Kleijden-Koerkamp, gemeentebelang. Dank u wel, voorzitter. In grote lijnen zijn we het eens met het CDA. Ik heb toen de motie binnenkwam de zaak even de revue laten passeren. En daar ook al in de perspectiefnota de wethouder horen zeggen dat hij informatief de raad mee zou nemen in het, de vorderingen. Dat is gebeurd, minimaal, maar hij heeft het toch gedaan.
Het loopt al heel lang, eigenlijk al van de financiële ruimte die we in februari al behandeld hebben. Om nu extra informatie te krijgen kost inderdaad extra ambtenaren, kost extra geld. En dan hebben we dat 4 oktober, gaan we daar alleen over stoeien met elkaar, om het even populair te zeggen. Terwijl wij eind oktober, want 6 november staat het al op de agenda, de begroting. Dus we mogen verwachten dat we daar 14 dagen van tevoren krijgen. Dan het gehele plan krijgen en dan hebben we ook kunnen we oordeel vellen over het gehele plan zoals het ons voorkomt te liggen. Dus vandaar dat wij ook niet voor deze motie zijn. Dank u wel voor uw reactie. Ik ga nu eerst even naar de wethouder toe. In de reacties die zijn gegeven is al een veronderstelling van uw antwoord, maar misschien dat u het antwoord kunt geven van hoe kijkt u aan tegen deze motie. Nou, allereerst betreur ik de woordkeus. Ik zou de toezegging verkeerd geïnterpreteerd hebben. Ik heb hem anders geïnterpreteerd. Daar kan ik mee leven, maar verkeerd ben ik het niet mee eens, want ik heb ook dat stukje nog eens even teruggeluisterd en volgens mij heb ik, misschien niet naar uw zin, maar heb ik gedaan wat ik heb toegezegd. Daarnaast, aanstaande dinsdag 3 oktober komt de begroting voor het eerst in het college. De week daarop wordt die definitief vastgesteld en zodra die vastgesteld is, komt die naar de raad toe, wordt die vrijgegeven. Dat is wat ik er eigenlijk over wil zeggen, voorzitter. Kunt u misschien die datum ook preciseren? Wanneer die nou, 3 oktober is de eerste keer in het college, dus 10 oktober de tweede keer. En, sorry? Dus dan zal die 11, 12 oktober, dat hangt van de griffie af. Sorry. Dan komt hij op reguliere wijze naar de raad toe. En ik denk dat 12 oktober ten opzichte van de behandeling begin november ruimschoots op tijd is. Dank u wel voor uw reactie daarop. Is er behoefte vanuit ook de inbrengende partijen om daar nog op te reageren? Dan wel ook vanuit de andere partijen vanuit de coalitie. Heer Wildfunk? Ja, ik zou zowel op de inbreng van CDA's gemeentebelang nog even kort een reactie willen geven als ook die van de wethouder. Ik begin even met die laatste. Hij zegt van ja, ik heb het anders begrepen, niet verkeerd. Dat is natuurlijk een woordenspel, dat weet ik wel. Maar het was een raadsbreed gevoel van dat het wel een hele magere invulling was van datgene wat gevraagd was. Dus dan kan je het op woorden wel even wat proberen te nuanceren of te neutraliseren. Maar er zat wel een groot verschil van inzicht in wat er gevraagd was bij de raadsleden en de invulling die eraan gegeven is vanuit het college. Dus dan vond ik het woord verkeerd begrepen. Nou oké, okay, dat mag van mij eruit hoor, maar dat vond ik helemaal nog niet zo gek gevonden. Op het punt van de inbreng van CDA en gemeentebelangen, ja, dat zit in het verlengde hiervan. We hebben een raadsbreed gevoel neergelegd van wat ongemak bij het antwoord wat kwam op de vraag die gesteld was. En dat weet ik wel, er is kort dag aan het worden. Maar aan de andere kant kun je het ook anders interpreteren van, zeg ik het even negatief, excuus alvast aan de wethouder, ze komen ermee weg. En dat is de reden geweest waarom ik het toch wel heb willen ondersteunen. Dank u wel voor uw reactie. Is er nog behoefte van andere fracties? Ik sluit me daar naadloos bij aan, voorzitter. Dat is de heer Royaks D66 en de heer Veldhuis VVD. Ja, wij sluiten ons hier ook naadloos bij aan. Wij vinden dit gewoon echt, wat dat betreft, wel een zorgelijk. Dit is gewoon zorgelijk wat hier gebeurt. En het is zorgelijk omdat we schuiven steeds alles naar achteren. En we hebben de vorige keer ook uiting aangegeven en we zien het nou weer gebeuren. En ik ben het eens met de woordkeuze van de heer Wildfunk. Het is misschien niet heel handig om het zo te zeggen, maar het college komt er wel mee weg. Dank u wel voor uw bijdrage. Is het behoefte nog aan overige reacties? Mevrouw Lasker. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil wel graag even reageren. Ik sluit voor een groot gedeelte aan bij wat de heer Wildfunk zegt. Ik ben wel blij dat er inderdaad ook onder andere door het CDA wordt gezegd van wij vonden het ook wel erg laat. Het was echt een breed, we vinden het heel laat en weinig informatie. En dat is ook wat waarom we met deze motie zijn gekomen. Het was gewoon, we hadden het gedacht meer informatie te krijgen. En de informatie was echt heel erg weinig. En ik snap wel dat die tijd kort is tot de volgende informatie. Maar dan heb je alles in één keer en dan ben je nog een paar weken voor de begrotingsbehandeling en dan blijft het gewoon heel weinig. En dat idee van, hé, we hadden gevraagd om meer informatie en die krijgen we nu niet, dat is inderdaad
blijft voor onze fractie een hele belangrijke reden om te zeggen. Wij willen gewoon de toegezegde informatie. Wij vinden dat wij als raad inderdaad die informatie moeten krijgen. Dan kunnen wij een goede afweging maken. En het is inderdaad nog een paar weken. Maar ik wil wel graag benadrukken dat dat inderdaad onze belangrijkste reden is om met deze motie te komen. Ik zou nog wel even graag, voorzitter, als het mag, even af willen stemmen met de andere indieners. Als het kan, even een hele korte schorsing. Of we deze motie zo laten staan, als dat kan. Dat kan. Dan stel ik voor dat we 3 minuten schorsen. Althans, proberen dat in die tijd af te ronden. Schors ik hierbij voor een moment de vergadering. Dan gaan we door naar punt 15, vaststellen besluitenlijst. En dat was nog voor het zomerreces. Dat waren van die lange vergaderingen, weet u nog? Nee, dat waren hele snelle zelfs. 19 en 22 juni 2017. En de laatste vergadering die we voor het reces hadden was 26 juni. De verslaglegging van 19 juni, kunnen we die accorderen? Ja? Dank u wel. Die van 22, ook akkoord. En die van 26, ook akkoord. Daarmee zijn ze vastgesteld. Gaan we door naar het volgende agendapunt. Het volgende agendapunt is, dat zijn de ingekomen stukken. Daar hebt u lijsten van voorbij zien komen. Zowel van ingekomen stukken als een lijst van mededelingen. Met alle achterliggende stukken die daar betrekking op hebben. Is er van uw kant behoefte om op een van deze punten of een hele korte vraag te stellen, die ongeveer met een one-liner of met ja of nee beantwoord kan worden, dan wel het te agenderen voor een nader moment, na het bepaalde moment. Wie van u? De heer Royakkers, D66. Ik heb 2 brieven waar misschien in de toekomst wat aandacht aan geschonken kan worden in dit gremium. De ene brief is over de lelieteelt. Ik heb het een jaar of 3 geleden ook al mijn zorg daarover uitgesproken. En misschien dat het goed is als het college ons ook informeert over wat ze daarmee gaan doen. Want er wordt sprake van contact met een van de ambtenaren en dergelijke. En misschien is het goed dat we daar ook over geïnformeerd worden wat er uitkomt. Met name ook op effecten voor bestuivers en wat iets meer zijn. En de tweede is een brief over de uitbreiding van de veehouderij aan de Middenweg. In Dallassen en ik heb met verschillende mensen die daar in de buurt wonen gesproken. En die hebben daar nogal wel wat problemen mee. En misschien dat het goed is om daar ook wat van te horen. Voordat het nou straks weer in een verzamelplan met allerlei andere zaken terecht komt. Dank u wel. U vraagt eigenlijk even of aan het college of er tijdig informatie over de vervolgstappen gegeven kan worden. Wethouder Griekula, kunt u daar even op reageren? Ja. Dank u wel. Een helder antwoord. Zijn er nog meer vragen ten aanzien van de ingekomen stukken of mededelingen vanuit het college? Verder geen vragen? Dank u wel. Dan sluiten we daarbij ook onderwerp of agendapunt 16. En dan zijn we toe aan een korte schorsing. Ja, het is de 4e keer vanavond. Ik kan het ook niet helpen. Maar deze was echt gepland. Dat is namelijk om de techniek om te stellen als het gaat over het switchen van een openbare naar een besloten vergadering. Want dat is het vervolg hiervan. En ik moet toch echt de aanwezigen op de tribune vragen om deze zaal te verlaten. Maar toch hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier. En de volgende keer bent u ook gewoon weer van harte welkom. Schorsing van 5 minuten om de techniek om te zetten.